Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Café Het Stulpke, Spar Gerco Boeren en HotTubSelect.nl uit Odilia Peel. Voor ik niet hoef te piekeren, dat's waar ik het liefste zou zijn. We moeten gaan oppassen dat niet elke vechelaar in deze serie naar de Noordkade wil gaan. Jij, Jack Monde, wil hier ook naartoe. Waarom? Ja, dit is wel de place to be, Henk. Als we het hebben over cultuur in Veghel, denk ik. Dit is een fantastische plek. Waar nog heel veel staat te gebeuren en daar willen we graag bij horen. Ten tijde van de opname is het Slokdarmfestival net achter de rug. Onder andere hier heeft daar plaatsgevonden. Was jij er ook bij betrokken? Ja, wij als Jazzstichting waren wij partner van het festival. En we hadden een leuke inbreng met drie formaties. Het Street Parade Orkest, dus ons eigen orkest. Die zowel bij de opening heeft gespeeld als tijdens het zondagprogramma. Met heel veel plezier en succes. Groove Foundation, de afsluiter op de markt op zaterdag. Hele lekkere, funky, dansbare jazzformatie. En ja, wat ik zelf echt wel de uitsmijter vond, de afsluiter in het park. Licks and Brains met Frank Montes. Dat is misschien wel de beste big band van Nederland. En ja, het was een grandioos optreden. Ja, je noemt nou de Stichting Jazz Veghel. Daar kennen we jou van, daar kennen de Veghelaren jou van. En daar kennen de mensen rondom Veghel hopelijk ook. Ook jou van, of in ieder geval ze kennen de Stichting Jazz. Je bent bij nog meer zaken betrokken. Achter jou zien we kunstgroep De Compagnie staan. Ook daar ben je actief, Jack. Ja, het is ook een fantastische club. Hè? Een club die eigenlijk in staat is geweest om in Veghel professionele kunst op een hele laagdrempelige manier aan de man te brengen. En kunst in de breedste zin van het woord. Met prachtige exposities, maar ook elke zondagmiddag met een heerlijk zondagmiddagconcert en ja, daar mag ik ook wat promotie en PR voor doen en dat doe ik met heel veel plezier. En dat doe je ook voor de Stichting Jazz, maar daar doe je ook programmering nog, dacht ik. Ja, voor de Jazz Stichting denk ik samen met Erik Stoof na over de programmering en daarmee proberen we elk jaar weer een aantrekkelijk programma te maken. Hoe kom jij daar zo bij terecht, laten we eerst maar zeggen bij de Stichting Jazz. Hoe kom jij daar zo bij terecht? Ja, eigenlijk is jazz voor mij eigenlijk van kinds af aan al een ongelooflijk lekkere manier om je te uiten, hè? Zelf te spelen. Dan doe ik dat maar in zeer bescheiden mate, maar vooral ook om ernaar te kijken en naar te luisteren. Ik vind jazz in muzikaal opzicht een muzieksoort waar ongelooflijk veel vrijheid in zit, maar waar ook heel veel breedte in zit. Je kunt daar heerlijk op swingen, maar je kunt er ook ontzettend door ontroerd raken vanwege de gepassioneerdheid van het spel. Ik vind dat altijd fascinerend om te zien en om te luisteren. Mm-hmm. En ja, eigenlijk op die manier, met die interesse, kwam ik bij toeval met de Jazzstichting in aanraking, die iemand zocht die voor hun wat persberichtjes naar buiten wilde sturen. En dan ook nog iemand die er misschien een klein beetje kaas van gegeten had. Dus dat was twee vliegen in één klap, zeg maar. En ja, van het een kwam het ander. Ontmoeten een leuke club mensen die het bestuur vormt. En met die leuke club mensen maken we elk jaar toch een hele fraaie programmering. Ja, je zei het al eventjes. Je hebt toevallig wat persberichtjes. Hè? Zo kwam het een bij het ander. Dat is eigenlijk ook een beetje jouw werk, hè? Het schrijven. Ja, het scribent van beroep, zeggen ze dan. Hè? Ja. Ja, ja, ik ben. Je hebt ook nog zelfs ergens genoteerd dat je jezelf créateur de letteren noemt. Ja, nou, ik vind schrijven echt ontzettend leuk. Het is natuurlijk heel mooi om zaken die je ziet, om die te vervatten in een verhaal die andere mensen kunnen lezen. En op die manier ook weer iets in de wereld te brengen. Dat vind ik ook een heerlijke uitlaatklep. Mm-hmm. Dat is een stukje creativiteit wat daarin ook zit. En waarvan ik op dit moment ook, dat heb ik in het verleden ook gedaan met een eigen bureau. Maar op dit moment ben ik eindredacteur bij De Courier Veghel, dat is de plaatselijke krant. En dat doe ik met heel veel plezier en interesse. Ja, en ik zal niet zeggen dat je al op leeftijd bent. Je bent in feite nog hartstikke jong, maar je bent zelfs weer aan het studeren gegaan, begreep ik. Ja, nou ja, communicatievak is een
ontzettend snel ontwikkelend vak, een nieuw vak, waarin in de afgelopen tientallen jaren zo waanzinnig veel is gebeurd, dat je wel een keurige opleiding op dat gebied gehad kunt hebben en een hoop ervaring. Maar wil je echt bijblijven, ook op het gebied van nieuwe media, dan is het toch slim om je licht weer eens op te steken bij mensen die echt veel verstand hebben van het vak. En dat doe je dan op een hogeschool of universiteit. En ik denk dat ik bij Fontys Hogeschool op dit moment een hele leuke opleiding bij de kop heb. Die ik probeer af te ronden komend jaar. En dan zijn we weer wat slimmer, maar dan zijn we ook weer een hoop meer geïnspireerd door jonge mensen die daar ongelooflijk veel passie over kunnen spreken. Ja? Ja? Ook ja. De jonge mensen in die... Zowel medestudenten als docenten, ja, dat krijg je echt energie van. Dat is zo leuk om mee te maken. En ja, daar ga je zelf ook harder van lopen. Dat is echt onvoorstelbaar. Mooi. Ik ga toch weer even terug naar de jazzmuziek en dan ook maar weer via de jonge mensen. Ik heb de indruk, Jack, maar jij spreekt me wel tegen als het niet zo is, dat de jazzmuziek tegenwoordig ook weer steeds populairder wordt bij jonge mensen. Ja, het is een beetje weg geweest. Hè? De jazz kende mensen eigenlijk alleen van de traditionele Dixieland of van de bop, die misschien wat verder afstond van de gemiddelde consument. En die Dixieland was vooral leuk op braderieën en feesten en partijtjes, maar niet echt muziek waarvoor je naar een concert ging. En het is eigenlijk weer een nieuwe generatie als Jamie Cullum geweest en Norah Jones, die ook weer die jazzmuziek hebben teruggebracht. En in Nederland zijn ondertussen weer zoveel leuke nieuwe jazzbands die aan de weg timmeren en die... Het ook weer mixen met muziek van deze tijd, hè, bijvoorbeeld dancemuziek, maar ongelooflijk boeiend en fascinerend, ja. Is de formule die de Stichting Jazz Veghel tot nu toe heeft gehanteerd, is dat een succesformule die je doorzet of heb je andere plannen nog? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag, Henk. Kijk, we hebben het zes jaar eigenlijk zelfs bij elkaar nu, we zitten alweer aan het einde van het seizoen, zes jaar met heel veel plezier en genoeg gedaan. We hebben toporkesten en topmuzikanten hebben wij hier in Veghel gehad. Veel mensen weten dat niet eens, maar wat afgelopen jaar op het hoofdpodium stond van Jazz in Duketown, hè, waar heel Jazzmin in Nederland toch ook altijd naar uitkijkt, dat had dat jaar al afgelopen seizoen al bij ons op het kleine podium of in de Blauwe Kei of ergens anders gestaan. En dat doen ze dan bij ons voor 50, 60 mensen en in de Bos voor 500, 600 mensen. En dat is dan wel een groot verschil, ja. Ja. En omdat wij dat gemerkt hebben, hebben we gezegd van wat is bij ons voor het grote publiek echt heel succesvol geweest. En dan kijken we toch met heel veel plezier terug op evenementen als Jazz in Kerk en Kroeg. En Jazz Proms, toen wij 5 jaar bestonden. En een werkelijk afgeladen Blauwe Kei hadden. Die keken daar naar big band en naar wat modernere jazz. En juist die mix voor zo'n evenement, dat is denk ik zo aantrekkelijk dat we daar wat verder mee willen gaan doen. Mm-hmm. Zal ook de Stichting Jazz Veghel gebruik gaan maken van deze accommodatie hier aan de Noordkade? Ik weet het bijna zeker. Ja, dit is zo bijzonder. Voor Kunstgroep The Company hebben wij hier al echt een aantal hele grote namen gehad. De ruimte die je daar ziet, wat ze de koekbouw noemen. Daar heeft Erik Vloeimans gestaan met Simin Tander. Nou, dat is een van de meest legendarische concerten die ik ooit gezien heb hier in Veghel. Pieter Wispelwij. Karel Kraaienhof, en dat zijn natuurlijk allemaal giganten. Maar dat zijn ook vooral mensen die het zelf enorm hebben genoten om hier te mogen spelen. Mm-hmm. Vloeimans spraken we afgelopen zondag. Die stond hier met een accordeonist uit België een totaal ander programma te doen. En die moest weer even binnenkijken hoe het hier uitzag. Want hij vindt het hier zo'n fantastisch complex. Nou, als dat soort jazzgiganten, want dan heb je het over de top van de wereld. Hè? Vloeimans is misschien wel de beste trompetist die we hebben. Als die hier al helemaal door geroerd en gecharmeerd raken, ja, dan is dit ook gewoon wel de place to be. Zal het zo zijn dat de compagnie bijvoorbeeld hier een eigen ruimte krijgt of gaat die van meerdere ruimtes gebruiken? Nou, je ziet het al achter je, Henk. De compagnie heeft zijn ruimte al geclaimd. Ja, geclaimd, ja, maar volgens mij is dat nog weg te halen. Ja, het bord wel, maar met man en macht is de afgelopen week voor aanvang van het festival gewerkt aan een eigen galeriecafé. Ja. Dat vind je hier achter dat podium wat je ziet, achter dat terras, waaraan je ook heerlijk kunt zitten en aan de haven kunt kijken. En daar hebben wij ons eerste optreden zondag al gehad, Helene van den Homburg, fantastische jazzzangeres. En het sfeertje was helemaal goed. Het is alsof we er al jaren zitten, geweldig. Mooi.
Waar vinden we Jack Monde over, nou, pak een beet 15 jaar? Ja, 15 jaar is wel een magisch getal, Henk, want dan zou ik er officieel niet meer voor hoeven werken. Net zoals jij. Maar... Ik kan me niet voorstellen. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar ja, ik hoop dan hier eigenlijk heel veel te kunnen zijn. Heerlijk met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen hier op zo'n terras aan de haven. Genieten van lekkere dingen en mooie kunst en lekkere muziek. Ik denk dat dat wel een heel mooi toekomstbeeld is. En ik hoop met mij mooie dingen schrijven waarschijnlijk. En dat blijven we gewoon doen. Hè. Wie schrijft, die blijft, zeggen ze wel eens. Hè. Dus dat moeten we gewoon blijven doen natuurlijk. En ik hoop eigenlijk met mij dat niet alleen mijn familie hier te vinden zal zijn, maar vele duizenden mensen uit Veghel en de wijde omgeving die dit ook een heel aantrekkelijk gebied gaan vinden om te vertoeven. Ja.